Nieuws in 1 minuut. De automobilist uit Denenkamp die afgelopen nacht bij een eenzijdig ongeval om het leven is gekomen, is oud FC Twente-speler Patrick Bos. Bos speelde tussen 1985 en 1989 127 wedstrijden voor FC Twente. De Denenkamper was afgelopen nacht van de weg geraakt op de N342 bij Denenkamp. Bos is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Steeds meer topvoetballers, zoals Arsenal-speler Robin van Persie, laten hun voeten controleren door podotherapeut Jurgen Nijenhuis uit Heino. Nijenhuis maakt scans van de voeten van voetballers die regelmatig last hebben van voet-, knie- of rugklachten. Vaak ontstaan die problemen vanuit de voeten. In de douches van het sportcomplex van de Universiteit Twente is gisteren Legionella geconstateerd. Voor zover bekend is er nog niemand ziek geworden. Het sportcentrum is per direct gesloten. Het Green Team Twente doet volgende week mee aan de Shell Eco Marathon Europe. Met de extreem zuinige auto moet het team 1000 kilometer rijden op 1 liter brandstof.